Dit jaar bestaat boekhandel Praamstra 125 jaar. En ter ere van haar jubileum zette Praamstra een schrijfwedstrijd uit onder de leerlingen van alle Etty Hillesum scholen. Leerlingen van Het Vlier, De Boerhaven, Vrije School Het Korberik en Het Stormink schreven verhalen met als thema Springlevend. Zondagmiddag lazen 8 leerlingen, die door een jury van Praamstra en docenten Nederlands geselecteerd waren, elk hun verhaal voor tijdens de speciale voorleesmiddag. Uiteindelijk werd Tess Schoemaker winnaar van de schrijfwedstrijd.